Vandaag 12 juli stonden in Bilthoven en De Bilt diverse straten blank. Is de regenval hiervan de oorzaak, zoals de gemeente mij mededeelde? Of is er iets mis met de riolering? Waarom zien we op exact dezelfde locaties als in mijn reportage van 29 mei 2018 de straten blank staan? Valt er meer regen in deze straten? Op de Hessenweg stonden alle parkeerplaatsen blank. Maar dit werd door Achterberg opgelost door met een pomp het water weg te zuigen. Op de spoorlaan dezelfde beelden als in mei 2018. Ook nu is de straat weer door de bewoners door middel van een rood-wit lint afgesloten. Die heeft het nu, gelukkig heeft het afgesloten. Maar het was eigenlijk te laat, want het gaat al naar de kelders. Dit zijn beelden van de Tweede Brandenburgerweg vandaag. En dit zijn beelden van dezelfde straat in 2018. Mijn vraag aan u: staan de straten blank door de enorme regenval? Of hebben de riolen een probleem?